Want iedereen, en dat is gewoon ingebakken in die hele ik-benheid en het organisme wat gewoon wil voortbestaan enzovoorts, heeft de neiging om een comfortzone te creëren. Waarin alle scherpe kantjes een beetje weg zijn en ja, dan krijg je van dat, hoe is het? Ja, alles gaat zijn gangetje. Dan heb ik gelijk neiging om die stok met dat prikkeldraad tevoorschijn te halen, weet je wel. Want dat betekent meestal dat je gewoon half in slaap bent. Dan heb je het lekker op orde. Ja. De meeste veranderingen gebeuren in perioden waarin het niet zo op orde is. En vandaar dat je ook vaak dat je teleurstelling wellicht merkt dat er perioden zijn in je leven. Dat het gaat allemaal best wel lekker. It gets fucked up again. En dan zijn we vaak heel teleurgesteld of boos of weet ik veel, God heeft het gedaan. Of de buren of iemand. Maar eigenlijk is dat prima, want dan kun je zien van oké, hoe los of hoe ruim of whatever ben je nou eigenlijk, weet je wel. Can you get your heart around it? Of ben je weer heel snel in die teleurgestelde of gefrustreerde kleutermodus? I don't get what I want. Want je hebt overal recht op. Hè? Dat is het enige waar die ego-mechaniek niet tegen kan. Totaal zien, totaal voelen. Hij kan alleen leven in de schemering, in die halfhartigheid. Als je echt gaat kijken, valt hij uit elkaar. Daarom probeert dat systeempje er alles aan te doen om te voorkomen dat je echt gaat kijken. Het komt nu niet uit en ik heb iets meer, iets anders te doen. Ik ben te bang, ik ben te moe vandaag. Die leraar die sukt en ik begrijp afvaardig niet. Whatever. Of 3 miljoen video's gaan kijken van 3 miljoen praatjesmakers. Dat schiet ook altijd lekker op. In plaats van te doen wat je moet doen. Confronteren, confronteren, confronteren als je eruit wil. Want je weet ook, en ik zie het in je ogen, daarbinnen weet je al lang wat waar is. Alleen soms kies je ervoor, dat noemen we dan kiezen, om er langs heen te leven. Of om een beetje te schipperen, of toch maar niet te doen of te zeggen. Zodra je daarmee ophoudt en alles gewoon in zijn ruwe energie laat komen, en gewoon bent wat je al bent, dan in een paar jaar is de zooi opgeruimd. En dan ben je gewoon misschien niet een bijzonder goed mens, maar dan ben je een echt mens. Weet je wel, then you don't need to lie anymore. Dat is super kick. En eigenlijk heel eenvoudig, want liegen is veel moeilijker dan gewoon waar zijn. En voor echt zijn of waar zijn hoef je niks te onthouden. Je hoeft geen plannen te smeden, je hoeft niet te bedenken hoe je van tevoren zal gaan of zou moeten reageren. Je bent gewoon wat je bent, wat je bent, wat je bent, wat je bent. En they will like it or not. En dat is prima, want dat mag gerust. Maar als ik de hele tijd moet proberen dat iedereen naar de zin te maken. Try that. Failed. Zelfonderzoek heeft eigenlijk heel weinig te maken met denken. Het is veel meer luisteren. Luisteren en voelen. Dus als je contact maakt met spanning, dan kun je proberen te bedenken wat het is. En dan ben je in beslag genomen. Of je kunt heel stil zijn en proberen te luisteren wat het is. Dan kan het tot je komen. Inzicht, zeg ik dan altijd, die krijg je. Die maak je niet. En dan kan pas inzicht binnen als ik stil ben. Niet als mijn brein denkt dat hij wel een oplossing verzint. Dus I gotta shut up. Ik hoef alleen maar te voelen en te luisteren. En dan ontdek ik iets. Of niet. Dat is iets heel anders. Want vanuit die ego-mind zitten we altijd vanuit een beetje hardvochtige houding. Proberen iets op te lossen en uit de weg te ruimen. Bewustzijn ervaart gewoon alles volledig. Die heeft geen plan en die heeft nergens last van. Maar die ziet en hoort en voelt alles. Omdat dat is wat het is. En nogmaals, van ontdekkingen doe je alleen als je iets interessant vindt. Niet als je ergens van af wil, dan ontdek je niks. Dan herhaal je alleen maar je houding. Ik wil dit niet, ik wil dit niet, ik wil dit niet. Ja, ik ben geen 6. Dat helpt niet. Ik voel altijd zo'n druk van, nu moet ik gaan zitten. Het is geen moeten. Tijd nemen ook ervoor. Ja, als jij dus helder genoeg krijgt dat dit van belang is in je leven, dan heb je er vrij snel tijd voor. Als je ergens van houdt, of je ziet het belangrijk en doe je het vrij gemakkelijk. Als je alleen maar dit snel genoeg opgelost wil hebben, dan voelt het als weer een taak. Ik vond, maar daar kon ik ook niks aan doen, hè, dus dat is geen verdienste. Maar ik vond dat me bevrijden van al die innerlijke shit belangrijker dan een carrière. Of centen, of relaties, of weet ik wat. Want er was op een of andere rare manier duidelijk dat als ik die shit er niet uitkrijg, dan kan ik een leuke carrière en een leuke partner en weet ik veel wat allemaal hebben. But I'll be a piece of shit. Weet je wel, dus ik heb er niks aan. Dus het lijkt me handiger of zo om dat eerst te doen. Eerst de boel opruimen en dan eens kijken. Het is een kwestie van prioriteit. Maar de meeste mensen willen inderdaad hun hele bestaan overeind houden. En dan eigenlijk willen ze 2 levens. Gewoon het houden zoals het is. En dan nog een keer. Maar ja, dat zijn maar 24 uur. Waar besteed je het aan? En door het dus vanuit een interesse gaan kijken hoe mijn feitelijke situatie is, kan het zijn dat ik de helderheid krijg van, oh wacht even, dit staat op mijn prioriteitenlijst op nummer 18. Het hoort misschien op nummer 1. En als dat duidelijk is, dan, en zeker als er interesse is, dus niet alleen een fight, maar als er echt interesse is, dan is het ook gewoon leuk. Ik vond het heel leuk, al was het soms pijnlijk en beangstigend, om ontdekkingen te doen. En die niet uit een boekje kwamen of whatever, maar gewoon door de beleving van, wow, zo zit dat. Of, wow, ik kan hier wel mee zijn, terwijl ik dacht dat als ik dit meemaak, dan I'll go out of my mind. No, you don't. Integendeel, soms word je heel rustig van iets beangstigends wat eindelijk is gebeurd. En dan toch, iedere nieuwe generatie die denkt weer van, ja, wat moet je hebben? Hartje, boompje, beestje, 2 kindjes erbij en we zijn voor eeuwig samen. Weet je wel, een reclameadvertentie. Oh, ik begrijp er gewoon echt helemaal niks van. En als het wel gebeurt, fantastisch, er is niks tegen. Maar het hele idee dat dat zou moeten en dat dat iets nastrevenswaardig is. En het zit er diep in, jongens. Echt waar. En iedere generatie weer, man. Jezus. En wat je eigenlijk bent, is totaal ongeconditioneerd. Als dat ontwaakt, of sterker nog gerealiseerd wordt, heeft dat ook een impact op het organisme. Maar daar gaat het eigenlijk helemaal niet om. En de meeste zoekers willen die bijeffecten, die maken van de bijeffecten het doel. Want dan ben ik ontspannen en dan kan ik makkelijker met dingen dealen. En dat begrijp ik allemaal wel. Maar eigenlijk gaat het daar helemaal niet over. Maar dat gebeurt heel veel, dat dus dingen omgedraaid worden. En de mogelijke bijproducten tot doel verheven worden. Ja, hoe begrijpelijk dat ook is. Maar het is een waanidee en dat is heel belangrijk om te denken dat jij als organisme gedeconditioneerd rond gaat lopen. Je zou de straat nog niet eens overkomen, that would kill you. Maar net achter je, bij wijze van spreken, is gewoon een stilte, een openheid, een ongeconditioneerdheid. Die is er al. Als je daaraan ontwaakt of realiseert dat je dat bent, wat er dan zo fijn is, is dat vanaf dat moment dat organisme kan organismen zoals het wil organismen. Er is ook niet meer een verbinding misschien tussen bewustzijn. Yes, dus iedere vorm van zelfverbetering houdt daar op. Want er is niks mis met het organisme. Tenzij je denkt dat je dat bent. Dan gaat het knellend voelen. En dan denk ik, wou dat ik wat minder van dit had en wat meer daarvan. Wat ook weer geconditioneerd is. Want waar haal je die beelden vandaan wat beter of slechter zou zijn? Het is allemaal dualistisch en arbitrair. Wat we hier goed vinden is in Afghanistan heel anders. En het is heel geestig. Als je uit jezelf kunt stappen om gewoon te zien van ja, natuurlijk... moest dat poppetje zich zo en zo ontwikkelen. Dat is oké. Alleen denken dat je dat bent, dat is de gevangenis, niet hoe je bent. Dus ik vond een van de leuke dingen in het naar binnen kijken, te ontdekken dat er geen originele gedachte in zat. Alles is geleend en aankomen waar je gewoon nul vrijheid. Dat was voor mij een poort naar vrijheid. Om dat te zien, wat beangstigend was aanvankelijk. Wat op dat level, in dat poppetje, in dat geconditioneerde poppetje, there's no way out. Welke kant ik ook op wil, ik kon het herleiden naar een verhaaltje van iets externs. Dus een persoon, en dat merken we nu, zal altijd zoeken ergens naar iets eigens, iets unieks en iets van zelfbeschikking. De zogenaamde vrije wil. It doesn't exist. Als je de guts hebt, of de mogelijkheid, want je moet het niet geloven, om dat te onderzoeken en te ontdekken dat dat dus niet bestaat, er is nul vrijheid op dit relatieve niveau, kan je eruit vallen. Of je wordt heel ongelukkig. Maar dat was je toch al. En zo diep zit de conditionering erin. We geloven allemaal heel diep. Weet je wel, dus denk niet, ook de anderen die dit hier wel snappen, dat je niet in your gut feeling eigenlijk gelooft dat je kunt kiezen. Onderzoek het maar eens goed, want dit gaat heel diep. En zij, ik doe net even een beetje lullig, maar zij laat het in ieder geval zien. Heel veel mensen zitten ook nu hier om te knikken van ja, hij heeft gelijk. Maar over 5 minuten sta je waarschijnlijk een afweging te maken of je thee of koffie. En dan gebeurt van alles en je gelooft dat je vrije keuze hebt. Let daarop. Weet je wel. Maar datgene wat denkt dat er een keuze is, is precies de gevangenis. Ja, maar... Dus dan moet je niet aannemen dat het er niet is of wel is. Je moet gaan kijken hoe het zit. Dat is waarheidsvinding. Wat de meeste mensen vanuit een ego-modus doen, omdat dat hoort bij de ego-modus, is argumenten zoeken voor wat ze al denken. Dat is geen onderzoek. Heel veel wetenschappers doen dat ook. Ze vinden al iets en dan gaan ze daar de bewijzen bij zoeken. Ja. Nou, of met een soort hardnekkig geloof van... meer is het niet. Ja, maar het punt is, van, daar wil ik dingen over zeggen en dat heb ik al gedaan en ook in het verleden over opgeschreven. Maar je hebt er pas iets aan als je zelf gaat kijken. Mm-hmm. Dat is niet jouw keus, maar het kan zijn dat deze interactie iets oproept in je, waardoor je voor het eerst echt gaat kijken. Dat zou kunnen. Dat is dan niet mijn keus of jouw keus of verdienste, but it could happen. Tot nog toe heb je het niet onderzocht. Je speelt er hier een beetje mee. Een beetje. Trust me. Want als je dit echt gaat onderzoeken, I'm telling you, some shit will come up. Omdat dit een van de core beliefs is van het afgescheiden organisme. Als dit eruit valt, motherfucker. Daarom staan al die religieuze stromingen vol met dat gezeur over die vrije wil. Dat is dé manier om je aan de ketting te leggen. And to make you feel wrong. Want als je een vrije wil had, echt, dan zou je altijd het goede kiezen. Want we willen geliefd zijn door anderen en door God. En we willen in de hemel komen. Of in een fijner leven incarneren. Of Allahu Akbar. Of whatever. Something. Nou, als we een vrije wil hadden, was dat makkelijk. Dan kies je gewoon altijd het goede. Klaar. Well, nobody does. It's all crap. Dat in het begin dat het helderheid, het moment van helderheid. Nee, maar wat er dus wel gebeurt, is als er meer inslagen zijn van helderheid, is dat het kan zijn dat zich dat uitbreidt. En op een gegeven moment wordt helderheid je vertrekpunt en niet meer chaos. En dan is er af en toe nog eens wat chaos. Dan is er al een flinke shift geweest. Op een gegeven moment is helderheid ongeneeslijk. Dus al die moeite die ik doe om dan helder te krijgen, dat is eigenlijk ook niet. Het is ook heel grappig ook, want alle moeite die je doet om helderheid te krijgen, moeite doen is een teken van onhelderheid. Isn't that funny? Dat was een van de dingen die hier opkwam, want ik was heel goed geworden in allerlei spirituele technieken. En in alle eerlijkheid, they didn't work. Dus toen kwam er hierop van, wat zou er nou eens gebeuren? En dat heb ik niet besloten, maar dat kwam op. It took me. Wat zou er gebeuren als ik nou eens helemaal niks deed? Niet meer verzetten, niet meer trying to fix it, niet meer proberen iets te bereiken, ergens van af te komen. Want ik zag dat al mijn techniekjes daarop gestoeld waren. To get what I wanted. Terwijl what I wanted was illusie. Strategie. Yes, yes. Dus toen was er dat stoppen. Het was goed. Helderheid was er al. Motherfucker. De strategieën zaten in de weg. Ja, uiteraard. Stapel boeken gelezen, uren gemediteerd. Japa doen, chakras manipuleren, god weet wat. Allerlei middeltjes innemen. Ik was zo spiritueel, man. En dit denken is het is de oorzaak van lijden. Niet wat er feitelijk is. Zodra ik denk dat ik lossta van het leven. En dat er een beter leven zo. En een minder leven zo. En weet ik veel. Dan zit ik in de shit. Terwijl als ik gewoon leef. Daar hoef ik niet eens over na te denken. Dat gaat vanzelf namelijk. Je plant ook niks. Ja. Dat ik vandaag hier een satsang heb. Ja. Maar of ik hier kom of niet. Daar ga ik niet over. Ik kan me ook doodrijden onderweg. Ja. Of er gebeurt iets anders, of whatever, weet je wel. Dus natuurlijk plan je dingen, maar daar heb je papier voor. Of het vervolgens gebeurt en hoe het gaat. En hoeveel mensen er zijn. En ja, nou ja, ik heb deze keer pech. Het zijn allemaal onaardige mensen, maar soms zijn het gewoon hele leuke mensen. Ja, daar ga ik ook niet over, weet je wel. Maar dat maakt me dus ook eigenlijk geen druk uit. Want alles is gewoon ervaring. Leuk is net zo goed ervaring als minder leuk. Weet je wel? En dat maakt voor die compleetheid gewoon helemaal niks uit. Net als het voor een tv niet uitmaakt wat er afgespeeld wordt. Weet je wel, daar wordt die tv niet anders van. Als die uitstaat is die ook niet iets kwijt. Weet je wel, dus als dit ding doodgaat, er is alleen maar een organisme verdwenen. Leven niet. Doesn't matter. Maar een ik die wil altijd ergens naartoe of ergens vanaf. Dat is de ego-modus. It's always the same. It's very boring. Maar een ik die wil altijd ergens naartoe of ergens vanaf. Dat is de ego-modus. It's always the same. It's very boring. Zie jij mij dan ook als een deel van jou? Of op een feeling level is er gewoon geen enkel onderscheid. Het is gewoon één bewuste ruimte. Tegelijkertijd heb ik een praktisch oog, waardoor ik weet dat we net doen alsof jij dat poppetje bent en ik het deze. Maar ik geloof er geen huid van. Dus strikt genomen zou je kunnen zeggen, alles is een verlengstuk van jezelf. Ja. En op dat level kun je zeggen, wat er net al gezegd werd, relatie met alles, of anders gezegd, relatie bestaat niet, want daar heb je twee voor nodig. Ja. Maar het is één. Dus voor praktische doeleinden snap ik wel van ja, relatie en dan heb ik ook een relatie. En, weet je wel, maar in de feitelijke beleving, er is alleen dat. Maar wat is dan verbondenheid? Mensen zeggen het kletsvoek. Daar draait het hele leven over. Ja, maar dat komt omdat ze dus uitgaan van afgescheidenheid. Dan heb je je afgescheiden en dan moet je je gaan verbinden met een ander afgescheiden beestje. En als dat dan lukt, dan hebben we een fijne relatie. En dan raakt het verbroken en dan zijn we devastated. Maar ook verbondenheid met het universum bijvoorbeeld. Nee, dan moet er twee zijn, schat. Voor verbondenheid heb je twee afgescheiden dingen nodig waar je een verbinding tussen maakt. Het is niet twee. Het is een misvatting. Dus verbondenheid is spirituele kletskoek. Ik en het universum. Alsof ik er los van sta. Weet je, manifesteer je is even, probeer allemaal eventjes gewoon. Nu, manifesteer je is los van het universum. Doe eens even voor. Maar iedereen praat zo, snap je? Maar ik maak een simpel grapje en je ziet meteen, het is gewoon kul. Maar iedereen praat zo. Je kunt geen spiritueel boekje openslaan of het gaat erover. Je moet je verbinding met het universum herstellen. En gaan werken. Ja, jezus, Mina. Oké, Hans, ik wil heel graag nog iets. Ja, maar dat kan wel zijn. Maar ik wil koffie. Dus we gaan nu pauzeren.